De Waddenzee is een troebele, ondiepe zee die vol zit met microscopisch klein leven. Een oersoep met algen, kiezeldiertjes en plankton. Het zijn minuscule wezentjes, eencellige organismen die aan het prille begin van de voedselketen staan. Als het water opkomt, brengt de zee dit rijke leven naar de schelpbanken toe. Oesters en mossels leven ervan en openen zich zodra het zuurstofrijke water binnenkomt. Ze filteren, zeven, vooral de algen en het plankton eruit. Dat is hun voedselbron. Het afgaand tij zorgt ervoor dat leeg gefilterd water weer verdwijnt en daarbij afvalstoffen worden meegenomen. Wat achterblijft is een slappe, voedselrijke modder van oneetbare kleideeltjes en overblijfselen van wat ze verteren. Zo wordt de spijsvertering van al die weekdieren aangedreven door het ritme van het water, eb en vloed. Dat is de motor erachter. De filtercapaciteit van alle schelpdieren samen is gigantisch. Ze filteren zo'n beetje de hele Waddenzee eens per week. En daar wordt de Waddenzee vooral schoner van.